Op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand zijn twee jonge mannen omgekomen toen ze de autoweg overstaken. Ze werden geschept door een Tilburgse automobilist. De aanrijding vond rond 12:30 plaats vlakbij een busstation. De slachtoffers zijn een 19-jarige man uit Waalwijk en een 20-jarige man uit Drunen. Uit een blaastest bleek dat de automobilist niets gedronken had. Waarom de twee jonge mannen de autoweg overstaken, dat is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto is volgens de politie geen verdachte. Nou, die bestuurder, dat is dus een 23-jarige Tilburger. Nou, die is door ons gehoord. Die vertelde dat hij met zijn auto vanuit Tilburg richting Waalwijk reed. We hebben hem laten blazen. We hebben zijn telefoon bekeken. Nou, vooralsnog is daar niets uitgekomen waardoor we hem verdachte zouden maken. En je mag hier 100 km per uur. Ja, en als je dan hier oversteekt en je schat die snelheid niet helemaal goed in, ja, dan is dit mogelijk het trieste gevolg. Vooral de jonge leeftijd van de twee slachtoffers grijpt mensen aan. Ja, jonge mensen. En dan die chauffeur die bij het ongeluk betrokken is, ook triest hoor. Ja, ja. Nou, niet dat ouderen moet overkomen, maar bij jongeren heb ik toch zoiets van, wat voor tommer, je hebt nog een heel leven voor je, hè? Toch? En als ze dan echt omkomen, dan vind ik dat echt wel erg, ja. Ondanks hulp van ambulancepersoneel zijn beide slachtoffers dus overleden. Eén hier op de plek van het ongeluk en de ander in het ziekenhuis. Extra wrang is dat ze de weg helemaal niet hadden hoeven over te steken. Er is gewoon een tunneltje dat onder de weg doorgaat. Maar vermoedelijk hebben de slachtoffers dat niet gezien of niet geweten.